en daarna al de finales met daarin twee keer kans op goud voor België. Skapin die onmiddellijk agressief begint. Skapin in het wit. En het lawaai, het gejuich is voor de Britten. Omdat hij op de andere tatami Kate Ho hier brons pakt tegen de Japanse Ueno. Maar wij blijven dus kijken naar Wansar tegen Skapin. Skapin die er mooi onder zat, maar toch niet genoeg trok. Yvonne Wansart, vice-Europees kampioene in 97 in Oostende was dat. Derde op het Europees kampioenschap in Bratislava. Het is Europees kampioen. Ja, ik was even palmares van Ursula Martin. Zij was vice-Europees kampioene in 97 natuurlijk. Er staan de nummers 2 en 3 van het Europees kampioenschap van Bratislava tegenover elkaar. Ja, zo is dat. Italiaans is heel agressief. Het is precies wakker geschud door de Ushimata van Ulla Werbroek. En ze veegt hem. Een Wasari, en dat had een ippon kunnen zijn, maar ja. Geen van de hoekrechters geeft dat. Italianen die zeer gerenommeerd zijn in het vegen. Ze doen niet zoveel, ze zijn krachtig, maar ze vegen wel. Kijk, we krijgen het te zien. Ja, je ziet. Het voordeel dat Wansar heeft is dat ze net even op haar zitvlak terecht kan, ja. Denk ik. Want anders. Al anders was het zeker Ippon geweest. Was het Ippon geweest, inderdaad. Maar Skapin staat dus voor met een Wasari. Het zou enigszins verbazend zijn mocht Skapin winnen, want ook Howie. Howie heeft brons gehaald en het is ongewoon dat verliezers van de halve finale brons pakken. Ja, meestal zijn het degenen die uit de herkansingen komen. Heeft waarschijnlijk ook mentaal te maken dat wie in de halve finale zit echt wel gefocust is op dat goud en dan nog ontgoocheld is. Terwijl wie uit die herkansingen komt, heeft zich er al bij neergelegd dat hij geen goud zal pakken en die zijn opnieuw in de winning mood. Skapin die telkens naar dat beentje tikt. Dus één keer gelukt op zijn markt. Nu gaat ze er mooi onderin, maar ze trekt net als in het begin van de wedstrijd iets te weinig. Het zou misschien een valse aanval kunnen zijn. Nee, want Wansar was eigenlijk uit evenwicht een man. Dus je kan niet moeilijk spreken van een valse aanval. Wansar die ook weer heel hoog pakt. Ze volgt goed op grond. Wansar die eigenlijk, ja, als weinig opening ziet op de grond, beter niet blijft werken op de grond. Nee. Want ze staat achter. Met een Wasari. Dus ofwel hoopt ze te scoren met Ippon op grond. Misschien is dat toch gemakkelijker dan rechtsaande. Zeker tegen een judoka like Skapin die alles nu zeker gesloten houdt. Maar Skapin heeft er alle belang bij om de tijd, als ze niet in gevaar is, op de grond te laten voorttikken. Ja. Wansar krijgt geen opening. Ze blijft proberen, maar Skapin mag nog 2 maal bestraft worden. Was een poging van Wansar, maar zonder veel overtuiging. Skapin hield het goed af, ja. 50 seconden nog. En ja, als Skapin, die toch ook een ervaren judoka is intussen, het een beetje goed speelt, pakt ze het brons. We moeten zeker tactisch gaan werken. 50 seconden, 2 maal bestraft.
het is niet echt overdreven. Ze is nog niet bestraft geweest. Dus. Ze mag nog twee bestraffingen hebben. Van het ogenblik dat ze een derde bestraffing zou krijgen, dan komt de stand in evenwicht. Maar op 50 seconden is drie bestraffingen toch wel erg veel. Dan moet je het al echt slecht gaan spelen. Dan moet je echt op je knieën gaan vallen zonder dat er iets gebeurt en niets meer doen. En hier is weer een mooie aanval van Skapin. Proberen aan te vallen. En ik heb de indruk aan de blik van Van Sar te zien dat ze er ook niet meer echt in gelooft. Dat ze de openingen niet ziet. En niet meer vindt. Dat ze niet de indruk heeft dat ze iets zal kunnen doen tegen Skapin. Skapin speelt helemaal en ze scoort ze nog. Ze scoort een Vazari. De twee hoekrechters geven een Vazari. En dat betekent een Ippon. En Skapin is de winnares. Want twee Vazaris geeft een Ippon brons voor Skapin. Net als voor Kate Howie. De twee verliezers van de halve finale staan op het podium voor het brons. Verrassend. Verrassend, ja. Maar goed. Er zijn ook twee goede judoka's, dus ze horen daar wel thuis.